Helemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En dit keer is het een video over mijn nagels. Ik heb echt al best wel een lange tijd echt wel hele lange nagels. Er wordt ook meerdere keren onder mijn video's gevraagd van, zijn jouw nagels echt? Hoe kom jij aan zulke lange nagels? Ik had zelfs op de middelbare school dat ik een Duitse lerares had die nooit geloofde dat mijn nagels echt waren. Want mijn nagels zijn gewoon echt best wel heel erg lang. En ja, mijn nagels groeien gewoon heel erg snel. Ik vergeet dan ook best wel vaak om ze dan gewoon te veilen of er best wel veel aandacht aan te besteden. Wat best wel zonde is. Als ik het doe, dan doe ik het dan goed. Dan heb ik wel zo'n lange routine. Alleen nu zijn mijn nagels gewoon echt, ja, ik kan wel zeggen gewoon echt lelijk. De een is lang, de ander is rond, de ander is recht. Of ik heb er geen tijd voor, of ik vergeet het gewoon, denk er niet aan. Maar vandaag ga ik jullie dus mijn nagelroutine laten zien. En dit doe ik echt niet wekelijks hoor. Dit doe ik echt 1 keer in de zoveel tijd, omdat ik het dus gewoon vaak vergeet. Maar dan ga ik het dus nu wel extra goed doen. Let op. Zo, dit is dus de staat van mijn nagels op dit moment. En zoals ik dus al had verteld, zijn ze allemaal oneven. De een is rond, de ander is een beetje recht, de ander is kort, de ander is lang. Want soms heb ik ook nog wel eens dat mijn nagels afbreken, helaas. Dus ik ga als eerst beginnen met vijlen. En ik gebruik meestal deze vijl. Dit is een vijl die 2 verschillende kanten heeft. Aan de ene kant heeft hij een wat minder harde kant en hier heeft hij een wat groffere kant. Deze heb ik een keertje gekocht bij de Op is Op voordeelshop. En ik vind het wel handig dat hij verschillende kanten heeft dus eigenlijk. Je kunt je nagels dus in allemaal verschillende soorten vormen vijlen. En wat ik meestal probeer te doen is aan de bovenkant een beetje recht. En dan aan de zijkant wel een beetje krom. Zodat ik niet hele ronde nagels heb, maar recht en krom. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat doe. Ik vind het wel gewoon mooi bij mezelf. Je kan natuurlijk heel veel verschillende soorten vormen doen, zoals deze. Maar daar heb ik een keer voor gekozen. Ik probeer er dus altijd eerst een stuk lengte vanaf te halen. Zodat ze een heel stuk korter zijn en dat ik ze dan mooi kan vijlen. Dat doe ik dan altijd met de grove kant. En ik veil altijd maar naar één kant. Want als je heen en weer gaat, dan ga je er tegenin. En dan heb je dus de kans dat je nagels sneller afbreken. Dus dan ga je zo, of eraf, erop. Nou, dat ga ik dus even doen. Ik zal jullie dat geluid even besparen, want heel veel mensen kunnen niet tegen het nagelvelgeluid. Zo, je ziet dus nu dat ik een heel stuk lengte ervan af heb gehaald. En dat die helemaal recht is aan de bovenkant. Wat ik dan nu ga doen is met de verfijndere kant van de vel ga ik hier ook nog even overheen. Ook aan het randje, want daar zijn meestal allemaal, ja, nagel. En dan ga ik dus langs het randje een soort rondje eraf schrapen. Klinkt heel viezig, eraf schrapen, maar je snapt denk ik wat ik bedoel. Zodat de zijkant niet zomaar recht wordt, maar een krom kantje heeft. Zo, als ik dan mijn nagels heb geveld, ga ik over naar het removen. Soms gebruik ik zo'n potje met normale watjes, maar nu gebruik ik even een kant-en-klaar doosje waarbij gewoon de nagellak remover erop zit, want deze vind ik heel erg fijn werken en hiermee gaat het er altijd best wel heel erg goed af. Hier hou ik gewoon alle restjes mee weg, zodat je geen hobbeltjes krijgt onder je nagellak. Na het removen gebruik ik een bokkenpoot en aan deze nagelverhardener zit al een bokkenpoot vast. Soms heb je ook van die losse stokjes, maar ik haal hiermee dan altijd eventjes mijn nagelriem naar achter. Dit is best wel een harde plastic bokkenpoot, dus het doet wel een soort van lichtelijk pijn. Zo geef je je nagelriemen ook wat lucht en worden ze wat losser. Handen en nagels en nagelriemen worden natuurlijk super droog door het weer, door alles wat je doet, water en gewoon van alles. Daarom smeer ik altijd wat handcreme op mijn handen en ook mijn nagelriemen. En als het over is kan je natuurlijk altijd nog op je hand smeren. Ik smeer het even zo en daarna ga ik hier ook echt zo goed overheen en invrijven. Dit smeer je dan heel goed uit en laat je even lekker intrekken. Natuurlijk worden je nagels daar wel een beetje vettig van. Dus het oppervlak van mijn nagel maak ik altijd eventjes soort droog met of een tissue of met een handdoek. Want anders pakt de nagellak niet zo goed meer natuurlijk. Dan zit het natuurlijk wel gewoon nog op je hand. Maar het oppervlak van je nagel kan je dan wel gewoon eventjes wat ontvetten. Daarna pak ik iets wat ik dus al eerder heb gepakt en gebruikt voor de bokkenpoot. Maar nu, oh, mijn handen zijn glad, ik krijg hem niet open. Shit. Oh, ik krijg hem niet open nu. Maak hem dus of al van tevoren even open of vraag het even aan iemand in de omgeving. Want dit is not handig. Dus dan gaan we de nagelverhardener gebruiken. Dit heeft me echt wel heel erg geholpen met het groeien van mijn nagels en het langer laten worden. Dit is dus gewoon een doorzichtige crème die je over je nagels smeert. 1 keer in zoveel tijd, zodat ze wat harder worden. Als de nagelverhardener goed is opgedroogd, dan gebruik ik een basecoat. En dit is zodat je nagellak goed en langer blijft zitten. Zo, ik heb vandaag dus gekozen voor een lila nagellakje. En hoe ga ik dat doen? Let op. Ik vind dat deze sowieso een heel fijn breed kwastje heeft. Dat werkt gelijk al een stuk beter mee. Wat ik dus ga doen. Ik begin in het midden en zet hem aan het eind aan natuurlijk. Neem ik hem mee naar de bovenkant. Pak ik de zijkant erbij. Begin dus in het midden en trek hem door naar het uiteinde en pak er dan de zijkantjes bij, want die moeten natuurlijk ook gelakt worden. En ook ik heb dus die struggle dat ik dus rechts ben en met je linkerhand, je rechterhand nagellakken is dus al een heel stuk moeilijker om heel mooi te doen. Maar we proberen het. Ik ga hem nagellak dus nu heel erg goed laten drogen. Daarna kan ik er met nog een laagje overheen, omdat deze best wel doorzichtig is. Maar moet je dus niet te snel doen, want anders krijg je zo'n lelijke dikke laag die je ervan af kan schuiven. En dat moet je niet hebben natuurlijk. Ik vond het zelf eerst altijd heel erg vreselijk om te wachten tot het helemaal droog was. En dat kwam er toch weer een haaltje in, zoals net eigenlijk ook al gebeurde. Maar daarvoor heb ik dus iets anders een keer gevonden. Dit is van Essence. Dit is niet gesponsord trouwens hoor. Maar dit vind ik zelf gewoon heel erg handig. Dit zijn een soort druppeltjes. En als je die druppeltjes over je nagel heen doet, dan schijnt het dus sneller te drogen. En het werkt ook wel echt. Dus dat is super fijn vind ik. En wat ik dan meestal ook nog doe om mijn nagels langer mooi te houden, een topcoat over de nagels heen. Dus dan zit er mega veel laagjes op je nagels. Zo, en dan zit dit er ook op. Ik kan het allemaal even aan de kant. En dan zijn dit nu mijn paarse nageltjes. Zo, en als mijn nagels straks dan echt helemaal 100% droog zijn, dan wacht ik nog eventjes mee voor de zekerheid. Dan kan ik de randjes er een beetje van afhalen waarmee ik ben uitgeschoten. In de loop van de week gaat het er ook wel een beetje van af. Dit waren in ieder geval mijn nagels. Nee, dit is mijn nagelroutine. Ik vind het wel leuk dat ik weer een lekker zomers kleurtje op mijn nagels heb. En dat ze weer een stukje korter zijn. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om te zien. Ik ben geen professional. Ik doe eigenlijk ook maar wat. Ik zeg niet dat jij dit 100% moet nadoen. Misschien heb je er inspiratie uit op kunnen halen. Misschien vond je het gewoon leuk om te zien. Het kan natuurlijk allemaal. Ik ben best wel benieuwd wat jij een hele leuke nagellakkleur vindt. En welke jij meestal draagt. Laat het even weten in de reacties. En zou ik voor nu zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren, te reageren. En tot de volgende keer. Doei doei!